considerado por boa prática da produção, 66 jaar, 5 van 2 kinderen, 3 kleinkinderen, woont al 30 jaar in Nederland en ben kunstenaar. Sporen van het verleden. Ik draag ook sporen van het verleden in mij. En dat zit namelijk zo. Mijn overgrootvader was een Nederlander met de naam Johan Roosje, een officier die was gestationeerd in Fort Amsterdam, Curaçao. Hij was getrouwd met een slavin met de naam Nadi, mijn overgrootmoeder dus. En iedereen de angst inboezemde om mij als voorbeeld te stellen, zodat de kinderen wisten wat hun te wachten stond als ze in het veld zouden gaan. Een beproefde methode die vaak wordt toegepast in de slaventijd. Ik was weggelopen van school en nooit meer naar school gegaan. Dat gevoel van machteloosheid en vernedering van de slavernij gebleven. Denken aan de toekomst van onze kinderen heeft me geïnspireerd om het monument samen te maken. Waar ik u nu over kan vertellen. Met de hoop samen een weg zien te vinden en niet te denken in hokjes, maar elkaar behandelen als willen burger. Ik heb 7 jaar gewerkt aan dit moment. En op 8 juli 2012 was het onthuld. Het idee van het moment is om mensen bewust te maken dat wij elkaar nodig hebben om samen stil te staan bij de vredelijke toekomst in harmonie. Met weten zijn respect. Belangrijker van de verschillen te benadrukken is het benoemen van de overeenkomsten tussen mensen en de gemeenschappelijke doelen die ze hebben en de samenbindende krachten aangewerkt kunnen worden om bij te dragen aan het verbeteren van de samenleving. Toen ik was begonnen met een idee, wist ik dat ik bij mezelf kon beginnen. Daarom heb ik de initiatie zien om hoog met de bal naar achteren. Dat is symbool van terug naar de oorsprong. Genoemd naar de eerste groep slaven die terug was gegaan naar Afrika. Ze waren beland in Liberia. Als je je ogen inbreidt bij de mond, bij de maan, daar zit Zuid-Afrika. Haar mond open, maar met 8 op zich is symbool van balans. Maar hier gaat het in het leven van symbool van vergeving, balans. Maar hier gaat het in het leven als symbool van solidariteit. Dus als je daar bent, waar je erin stapt,